In deze video laat ik zien hoe ik deze illustratie heb gemaakt. Ik heb opnieuw het proces gefilmd van begin tot eind. En ik ga jullie meenemen door het proces heen. Dus blijf vooral kijken. De illustratie maakte ik in opdracht van Tessa van Zwieten. Ter gelegenheid van haar verjaardag organiseert ze een fundraising voor Mastro Cares. Mastro Cares is een organisatie die zich inzet voor kinderen in Latijns-Amerika. Deze tekening gebruikt ze bij een fundraising en stuurt ze als bedankje naar de mensen die hebben gedoneerd. Het is natuurlijk ook mogelijk om bij te dragen en Tessa blij te maken voor haar verjaardag. Onder de video vind je de link naar de inzamelingsactie. Het is een Facebookpagina waar je het direct kan overmaken. Facebook betaalt alle verwerkingskosten. Je volledige donatie wordt dus overgemaakt naar Mastro Cares. Jij ziet mij hier de eerste schetsen maken. Ik had links hier mijn notitieboekje liggen. Daar had ik het eerste idee geschetst tijdens het gesprek met Tessa. Maar ik merk al vrij snel tijdens het schetsen dat ik het iets anders wil aanpakken. Het blijven wel, net als mijn eerste schets in het notitieboekje, 3 kinderen. Maar ze springen niet uit een envelop, zoals het oorspronkelijk idee was. Je ziet me nu bezig met de jongen. De linker wordt een jongen en de rechter 2 zijn meisjes. We proberen zo divers mogelijk weer te geven. Zowel jongens als meisjes en de verschillende afkomsten. Gewoon verschillende kinderen zoals je ook te zien zijn op de website van Mastro Cares. En zoals ze natuurlijk daar wonen. Ik werk trouwens in het programma Procreate op de iPad. Dat werkt heel fijn. Aan het eind van deze video zal ik ook wel de timelapse delen die direct door het programma is gemaakt. Want die maakt automatisch een timelapse van elke brushstroke die je neerzet. Dit is even een stukje in real-time, dus niet doorgespoeld. Ik ben bezig met dat tienermeisje. En als ik eerlijk ben, vind ik haar best leuk gelukt. Ik schets hier in paars, niet om een specifieke reden. Ik vind het vaak fijn om, als ik een schets maak, om gewoon een rare kleur te gebruiken. En als ik het eenmaal uitwerk, om dan hem uit te werken in zwart lijnwerk en in te kleuren. Ik leg hier de laatste hand aan de schets. En hierna zal ik de schets laten zien. Zoals die was, compleet. Ja, hier zie je hem. Dit was dan de schets. Die heb ik gestuurd naar Tessa om te checken of het goed was. Dat was goed. En ik ga hem uitwerken. Je ziet al dat het lijnwerk zwart is. Ik ga het lijnwerk proberen netjes te maken. Oh, daar is mijn kat. Ja, dit is ook hoe het gaat altijd. Je ziet dat ik er niet eens van opkijk. Dat is de gewoonste gang van zaken. Springt op mijn schouder. Hier neem ik het weer op als timelapse. En mijn kat is natuurlijk altijd dichtbij. Ik gebruik hier in eerste instantie een waterverfbrush. Ja, een brush met een look van waterverf. Maar later switch ik toch meer naar een soort plakkaatverfbrush. Wat iets makkelijker werkt. Ik begin hier met de huidskleur van de jongen. Maar ik ga er al vrij snel overheen met een iets andere tint bruin. Soms even zoeken naar hoe het beste oogt.
En zie je een stuk de staart van de kat. En zij moet ook af en toe een bil. Soms loopt ze gewoon echt dwars over mijn scherm heen. Ben ik aan het werk, loopt de kat, hup, over mijn scherm heen. Je ziet het gelukkig niet van boven, maar er staat regelmatig pootafdrukken op het scherm. Ik heb hiernaast heb ik de laptop openstaan met de website van Master Cares, waar ik wat foto's als voorbeeld heb gebruikt voor de kinderen. Ik heb expres een tienermeisje, een kind en een jong kind. Om ja, zo gevarieerd mogelijk de doelgroep weer te geven. Of de doelgroep, ja. De groep die ik probeer te representeren met deze techniek. Zie de staart van de kat nog liggen. Oh, het haar wordt nog even aangepast. Ik merkte, ik was niet helemaal tevreden. Dus ik probeer het hier op een andere manier te doen. Straks werk ik de kleding uit in kleur. En nadat ik dit gefilmd heb, heb ik kleding nog verder aangepast van kleuren, want ik had het, ja, het bleef wat te druk. Ik had een beetje te veel verschillende kleuren gebruikt. Straks aan het eind van de video is het nog rood, roze en groen, maar na heroverwegen heb ik toch besloten het jurkje van het meisje geel te maken. Dat was trouwens een suggestie van Tessa, vond ik een hele goede suggestie, want het rood en het roze en straks het t-shirt van de jongen groen was toch een beetje heftig. En de achtergrond heb ik nu een beetje een soort lucht gemaakt. Ook die vond ik wat te sterk van kleur. Die heb ik wat transparanter gemaakt in de latere versie. En ik heb natuurlijk nog zonnebloemen toegevoegd. En die geel heb ik dan ook gebruikt in het jurk van het meisje. En hierbij nog de timelapse vanuit Procreate. Eigenlijk hetzelfde als je al hebt gezien, maar dan sneller. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze video vonden. Als je het leuk vond om te zien, kan je me heel erg helpen door de video te liken en je abonneren op dit kanaal. Laat ook even weten als je suggesties hebt van wat jij graag wil zien. Wat jij graag wil zien. Laat het me weten.